is geworden Erik Vijverberg. Erik Vijverberg, sportman van het jaar 2014. Wat gebeurt er met je? Ja, ik moet hem eigenlijk nog een beetje realiseren, denk ik. Maar ik ben een beetje overdonderd en overrompeld. En ja, ik vind het super, een super gevoel. Maar je weet als je genomineerd bent, dat je ook de kans maakt om te winnen. Ja, dat klopt. Maar als je dan ziet wat twee van die snelle jongens naast mij en ik stilstaand eigenlijk, dan denk ik van nou, dat zal ik wel niet redden. Maar ja, jij bent wel degene die de meeste kunstjes uithaalt. Ja, dat klopt. Ja, hun moeten dat niet doen natuurlijk, want dan gaat het mis met dat hardlopen en met dat hardrijden. Dus en ik moet het. Sportbal van het jaar 2014, Resmi Ogi. Dit is. Resmi, van harte gefeliciteerd met het feit dat jij opnieuw sportvrouw van het jaar bent geworden. Ja, dankjewel. Hoeveel mensen hier in die, hoeveel van die honderden mensen hier in de sporthal zouden gedacht hebben, het wordt een andere als Resmi Oging? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dat is, die vraag vroeg je me van de week ook al. Ja, ik denk dat wel heel veel mensen hebben gestemd en ja, ik acteer wel echt op het hoge podium en ja, dat deed Lieke eigenlijk ook. Talent 2014 is Iris Tjonk. Iris. Goed, Iris Tjonk, van harte gefeliciteerd met jouw uitverkiezing als sporttalent van het jaar. Ja, dank u wel. Komt het helemaal onverwacht voor jou? Ja, op zich wel. Ik had, ja, natuurlijk had ik het al gehoopt, maar het is natuurlijk wel een verrassing dat ik de tweede keer ben geworden. Als je het voor de tweede keer wordt, dan went dat een beetje. Of is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Het is elke keer een verrassing en het is hartstikke leuk. Sportploeg van het jaar, de Big Bulls. De rugbyers. Ahmed Eskitar, dat is de aanvoerder van de Big Bulls. Ahmed, hoe komt het bij jou over dat jullie benoemd zijn tot sportploeg van 2014? Ik denk fantastisch. Ik bedoel, de prestaties die wij vorig jaar hebben geleverd, nou, dit is gewoon een stukje erkenning daarvoor. Dat is gewoon een supergevoel. Een supergevoel, want jullie hebben ook een superprestatie geleverd. In één seizoen meer dan 1000 punten bij elkaar gespeeld. Klopt. Vorig jaar viel alles op zijn plek en ik denk 18 wedstrijden ongeslagen. En bij gemiddeld elke wedstrijd meer dan 100 punten gescoord. Dat was echt fantastisch.